Goedemorgen iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran en ik heb een keer goed geslapen vannacht. Ik hoop veel dat jullie er weer zijn. Veel dat jullie weer kijken. Mijn naam is Loran en ik maak dagelijkse vlogs. We zitten aan vlog 130 of zo. 131, 130. Ik denk 131. Bon, alleszins, veel dat jullie er weer bij zijn. Veel dat jullie weer kijken naar deze vlog. Zoals jullie zien ben ik ook net wakker. Ik ga straks naar beneden, ik ga iets gaan eten en dan ga ik gaan zwemmen. Ik ga proberen om vanavond te gaan lopen of te gaan fietsen, maar ik heb het jullie niet verteld, denk ik. Maar gisteren ben ik mijn fietswiel gaan binnenbrengen in de fietswinkel. Mijn achterwiel, omdat er wat slag op zat. En wat wil dat zeggen? Dat als je aan het fietsen bent, dat je wiel zo, in plaats van dat dat mooi recht ronddraait, dat zo af en toe zo'n kleine afwijking naar een bepaalde kant zit. En dat was dus het geval, dus ik heb dat binnengebracht, maar ze konden het niet deze week fixen, hebben ze gezegd. Allee, ze gingen mijn bericht sturen als het gefixt was, maar ze konden niet beloven dat het deze week gedaan was. Dus ja, ze hebben het super druk, hè. Dan zal ik op de rollen moeten gaan, maar het is super mooi weer, dus ik weet niet of ik veel op de rollen ga gaan. Ik ga nog zien of ik ga fietsen of ga lopen vanavond, maar ik ga sowieso gaan zwemmen nu. Want dat moet gebeuren. En dan vanmiddag ga ik mijn zus gaan halen en moet ik naar het Kruidvat, want ik moet voor mijn vriendin concealer of zo gaan halen voor. Allee, ik heb gezegd dat ik dat. Ze vroeg dat en ik heb gezegd, ja, ik wil dat wel doen. Ik moet toch om mijn zus gaan en dan kunnen we passeren in het Kruidvat. Dus daar ga ik voor nul en om concealer. En dan zal ik dat meenemen naar haar vrijdag als ik naar haar ga. Want ik heb het ook nog niet gezegd, maar het is een verrassing. Ik ga naar nul gaan. En ik was van plan om bloemetjes te kopen. Om maar een beetje, zeg maar, succes te wensen met haar examens. Meestal doe ik dat wel als ze examens heeft, dan koop ik ergens een bosje bloemen en het is nu zomer. En ik denk dat ze dat wel leuk gaat vinden. Misschien nog iets lekker of zo voor te eten voor haar. Ik kan niet te lang blijven dat ze nog kan studeren. En ik heb zaterdag mijn deadline trouwens van mijn werkproject dus. Bon, alleszins, ik ga me klaarmaken, ik ga gaan ontbijten en dan neem ik jullie mee als ik ging zeggen ga zwemmen. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga jullie wel op de hoogte houden hoe dat was. Damn, ik zie er echt fucking lelijk uit. Bon, maakt niet uit. Dat lijkt, met die fucking wide-ass camera lijkt er dat ik gigantisch voor hoofd heb. Want dat heb ik ook, mijn vrienden zegt ook altijd. Alleszins, ik ga hier afsluiten. Ik ga stil zijn, want mijn zus is boven aan het slapen. Ik ben gaan lopen dus, hier even in beeld. Ik ben 8 en een beetje kilometer gaan lopen. Omdat ik klaar was met de hoofdfunctionaliteit. Ik ben naar huis gekomen. Ik heb een chocomelk gedronken en een ijsje gegeten. Deze. Dan heb ik me nog even achter mijn pc gezet. Want het was al laat. Het was al 11 uur of zo als ik achter zat. En dan heb ik alles nog een beetje nagecheckt of dat alles juist was. Heb ik nog vlug een functionaliteit geschreven dat je bedrijven kunt zoeken. En dat werkt ook al, dat werkt allemaal direct, dus dat was goed. En dan moet ik morgen gewoon nog berichten kunnen sturen, dus dat er chats moet ik kunnen maken. De detailpagina's van de dinges, en dan moet ik settingspagina's nog kunnen maken. En dan ga ik kijken voor de pagina's voor een organisatie. En dan is eigenlijk het hoofddeel van mijn applicatie af, dan werkt alles. En dan kan ik gewoon de finishing touches nog doen, zoals bepaalde tests schrijven, e-mails versturen en zo die dingen. Maar dat is allemaal extra. Dit is allemaal geregeld, dus dat is goed. We komen er wel stap voor stap en als ik niet alles kan doen, dan maakt het niet uit. Ik heb toch goed mijn best gedaan en ik vind al dat ik toch wel iets moois heb afgeleverd. Of dat ik toch wel iets moois aan het maken ben. Morgen heb ik een gastles voor data science. Iemand die in een bepaalde sector werkt en die daarover komt spreken. Wat heb ik nog? Morgen heb ik ook uitleg voor mijn bachelorproef en stage. En dat is voor volgend jaar. En we krijgen daar dan uitleg over. Dus ja, dat is ook wel super interessant. Ik ga even de dingen hier afzetten, voilà. En dan ga ik morgenochtend op tijd opstaan om naar school te gaan. En dan ga ik goed werken voor school en dan ga ik s'avonds even op de rollen en nog even gaan lopen. Vrijdag ben ik een hele dag thuis en dan heb ik ook nog een leuke workout. En dan ga ik ook gaan zwemmen, dus wel wat leuke dingen op de planning staan. Dat is het eigenlijk een beetje voor vandaag, voor deze week. Dan ben ik volgende week eindelijk gedaan met al mijn deadlines of alleszins met de taken te maken. En dan kan ik mij focussen op een verdediging. 14 juni is mijn laatste verdediging. Maar volgende week zijn alle deadlines al gedaan en hebben we eigenlijk niks meer te maken echt. Dan moeten we het gewoon nog presenteren. Maar ja, je moet daar niks meer voor maken. Je moet daar niks meer voor doen, want alles moet al ingeleverd zijn deze week. Dus voilà, dat is het dan voor mij. Ik ga mij
En dan ga ik ook shorts maken. En ik heb heel leuke dingen die ik wil doen voor YouTube. Alleszins, ik ga het hierbij afsluiten. Dit is het voor vandaag. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij een gloednieuwe vlog. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik, zoals ik altijd zeg, ciaokjes.